Ik heb zelf iemand gepest. Ik was niet zelf begonnen. Ik had het niet verzonnen. Maar ik deed wel mee met de rest. Ik heb zelf iemand gepest. We pesten Lieselotte. En dat is nou net het rotte. Want ik mag haar eigenlijk best. We moesten om haar lachen. Want ze heeft een nieuwe bril. En eerst lachte ze nog mee. Daarna werd ze stil. En ik vond het super grappig. Dus ik grapte iets gemeens. Toen staarde ze me aan. Huilde ineens. Ik heb zelf iemand gepest. Ik had het niet verzonnen. Dat was een andere jongen. Maar ik deed wel heel erg mijn best. Ik heb zelf iemand gepest. We pesten Lieselotte. En dat is nou net het rotte. Want ik mag haar eigenlijk best. En precies dezelfde jongens pesten mij normaal gesproken. Vorige week hebben ze mijn bel eraf gebroken. En mijn moeder die zegt pesten, dat is het lafste wat ik ken. Wat moet ik doen nu ik zelf pester ben? Ik ga geen sorry zeggen, want dan moet ik naar haar toe. En ik zeg niks tegen mijn ouders. Ik wil niet dat ze weten dat ik zo doe. En online staat alleen maar dat ik stoppen moet met pesten. Nou, dankjewel Google. Maar wat doe ik nou het beste? Bij de bomen op het schoolplein. Want daar is het altijd stil. Daar zeg ik tegen haar. Hey, je hebt eigenlijk een hele coole bril. En dan hoop ik dat ze snapt dat ik eigenlijk bedoel dat ik me al dagenlang zo rottig voel. Ik heb zelf iemand gepest. Ik wilde meedoen met de grote. Ik ben mijn pesters meegelopen, maar zo ben ik zelf niet echt. Ik heb zelf iemand gepest. Daar kan ik nu niks meer aan doen. Maar ik kan het vanaf nu wel beter doen.